Ik dacht, de leraren die zijn zo ontzettend hard aan het werk. Dan weliswaar online, maar wel gewoon de hele dag zijn ze aanwezig voor de kinderen. En ja, weet je, vanuit de ouders en de kinderen gezien zijn we ze zo ontzettend dankbaar dat ze dit doen. Dat ja, ik dacht van, nou ja, ik moet iets organiseren om ze in het zonnetje te zetten. En ja, toen dacht ik dus aan een draaiorgel. Ja, dit is echt fantastisch. Je wordt er gewoon ja, echt heel vrolijk van. Echt heel leuk als ze dit geregeld hebben. Ja, als er dan in één keer een draaiorgel op het plein staat, dan komen ze vanzelf naar buiten. En kunnen we ze zo laten blijken dat we heel erg blij met ze zijn dat ze dit voor de kinderen doen. We zijn jullie allemaal ontzettend dankbaar voor jullie inzet. Zo hebben we toch nog het gevoel dat het normale schooldagen zijn waarin wij veel leren. Volgens mij doen ze thuis, nou bijna iedereen doet thuis net zo goed mee als school. Dus ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze 8 februari weer naar school mogen komen. Dat sowieso. Maar tot nu toe doen ze het echt wel goed. Wat ik zo ontzettend goed vind van de Witte School is dat ze echt al gewoon een normale schooldag hebben, maar dan online. Dus ze beginnen om 8:30 en het duurt tot 3:15. En ze hebben alle vakken en ze kunnen alles vragen en ze krijgen opdracht. Dus er zit gewoon een heel duidelijk systeem in, waardoor de kinderen eigenlijk gewoon de hele dag aan het werk zijn. Ja, en daardoor goed op hun niveau blijven. Daar ben ik heel erg blij om. Ze hebben allemaal een eigen Chromebook mee naar school gekregen en we meeten. Dus we doen een online vergadering dus zo'n 3 keer per dag. En ik denk dat ze dan het grootste deel wel gewoon meekrijgen. Ja, natuurlijk niet 100% zoals in de klas. Maar ik denk dat we het best wel goed geregeld hebben. Online, ja, natuurlijk vorig jaar in het voorjaar hebben we dit gedaan. 8 weken geloof ik of zo. En dan nu sinds de kerstvakantie. Dit is nu de 4e week. Maar ja, het loopt wel echt heel goed. We zijn wel heel tevreden hoe het gaat. Dus alle kinderen doen enorm goed mee. En ja, het gaat nog wel goed. Want u mist de leerlingen wel, neem ik aan. Ja, echt heel erg. Ja. En heel blij met de kinderen die er zijn. Dat je in ieder geval wel wat kinderen om je heen hebt. Maar het liefst wil je gewoon een lekker volle klas om je heen hebben. Veel liefst van alle kinderen van de Witte School. Ja.